Welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. We gaan het over onze zesde les hebben van 6 februari. Die heet de drievoudige engelboodschap. Ik ben Hans Rekker en ik zit hier vandaag met Lambert Thomas. Hartelijk welkom, Lambert. Zodat we samen tot eer van de Heer deze les mogen doen. We gaan eerst een zegen hiervoor vragen in gebed. Onze hemelse Vader, we willen u danken voor de genade die u ons heeft geschonken om ook deel te nemen aan deze video en samen schoolles. En wij bidden u in het bijzonder voor uw onmisbare zegen ook en de leiding van uw Heilige Geest. We bidden u vergeving van zonden, opdat er geen scheiding zij tussen u en ons, en dat uw naam in alle dingen mogen verheerlijkt worden, en dat velen nog de weg tot u mogen vinden. Wij danken het in Jezus' naam. Amen. Amen. De drie engelenboodschap. Ja, wat drie engelenboodschap, dat is een... Als je in opgevoed bent zoals ik, is het een makkelijke boodschap. Maar als je het voor het eerst hoort, denk je, waar gaat dit over? Laten we het eerst hebben over het woord engel. Wat voor betekenissen zou je eraan willen geven? Nou, engel is in principe een boodschapper. Ja. Dus een boodschapper van God in dit opzicht. Ja. Ja, en soms zie je dat het letterlijk gebeurt. Ja. Bij Maria bijvoorbeeld, die vertelt wordt door een engel dat ze zwanger zal worden van de Heilige Geest. Ja. Maar heel vaak is het een overdrachtelijke zin. Wat het mensen bedoelt, zijn jij niet de boodschapper. Ja. Nou, in deze les gaat het in dit geval over die overdrachtelijke zin. Het zijn dus niet letterlijke engelen, maar het zijn dus mensen die de boodschap moeten vertellen. Nou, daar gaat deze les over. We lezen als eerste de inleiding wat erboven staat. Er was een grondige hervorming nodig om een volk voor te bereiden dat zou kunnen staan op de dag des Heren. God zag dat velen, die zich zijn kinderen noemden, niet werkten voor de eeuwigheid. En heeft hij zijn genade een waarschuwingsboodschap gezonden om hen uit hun roest te wekken, zodat ze zich op Christus' wederkomst kunnen voorbereiden. Deze waarschuwing vinden we in Openbaring 14. Een drievoudige boodschap wordt door de engelen verkondigd en werd onmiddellijk gevolgd door de komst van de Zoon des Mensen om de oogst van de aarde binnen te halen. Nou, we zien hier een paar dingen in. Roes. Ja. Wanneer krijg je een roes bijvoorbeeld? Nou, ja, als je goed dronken bent geweest of zo. Ja, precies. Ja, dan ben je niet helemaal helder, hè? Ja. En dan moet je gewoon wakker geschud worden. Hoofdpijn, je kan niet goed concentreren. Moet je weer nuchter worden, hè? Ja. Ja. En dat duurt een tijdje. En dan heb je dus hulpmiddelen nodig. Ja. Nou, dat is deze boodschap ook bedoeld. En nog wat anders wat hierin staat, is dat je dat direct naar deze boodschap Jezus weer komt. Ja, dat klopt. Nou, dat betekent dus dat deze boodschap wordt verkondigd tot de wederkomst van Jezus. Amen. Ja. Er is geen andere nieuwe boodschap meer die komt. En dan kan je gerust ook zeggen, het is een grote genade van God, deze boodschap, vlak voor zijn wederkomst. Eens. Ja. Nou, we moeten wakker geschud worden. Dus laten we eens kijken of dat deze les ons helpt om ons allemaal wakker te schudden. Want het gaat niet over u alleen, of over hem, maar het gaat over ons allemaal. Amen. Om wakker geschud te worden. Ja. Eerste vraag, de eerste boodschap. Wie zag Gods dienaar vliegen in het midden van de hemel? Ja. Nou, in Openbaring 14, vers 6 zien wij hier dat er is een andere engel, dus een engel vliegende, waar vliegt hij? Midden in de hemel. Dus dat betekent ook dat het ook een wereldwijde, dus alomvattende boodschap is voor iedereen. Ja, want midden in de hemel, dat kan je niet verstoppen. Nee. Nee, dat is mooi gezegd. Ja, dus, ja. Is mooi zichtbaar. Ja. En de volgende zien wij dat hij een heel bijzondere boodschap had. Dus een boodschap van het eeuwige evangelie. Het eeuwige evangelie. Wat betekent dat dan? Nou, ziet terug en kijkt terug op Jezus. Dat vind ik mooi. Ja. Want Jezus zegt ook in Matthäus 24 vers 14, zegt hij ook, mm-hmm. En dit evangelie, dus van het koninkrijk, dus van Gods koninkrijk, zal in de gehele wereld verkondigd worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan, zegt hij, zal het einde komen. Precies. Ja. Dat valt dus heel mooi samen in dit geval. Ja. Klein stukje de opmerking ook nog erover. De verkondiging van het oordeel is een aankondiging dat de wederkomst van Christus nabij is. Ja. Deze verkondiging wordt het eeuwige evangelie genoemd. Amen. Dan zie je dat zo heel mooi, die tekst van Matthäus 24, heel mooi hierin past. We hebben het over het oordeel. Ja. En dat heeft zo'n negatieve klank. Want dan denken we gelijk dat je veroordeeld wordt. Maar wat kan nou uit een uitspraak bij een rechter komen als je daarvoor ten oordeel, als je daar geoordeeld wordt? Ja.
Dus daar wordt de zaak in balans genomen, ja. Voor en tegens, ja. Om eigenlijk uiteindelijk een juiste oordeel daarover te mogen uitspreken. Mm-hmm. Ja, dus dat, het is een onderzoekend periode. Precies. En het oordeel kan zijn dat je schuldig bent, ja. Of onschuldig. Inderdaad. Dus in het geval van schuldig word je veroordeeld en bij onschuldig ben je vrij. Ja. Nou, nou, daar gaan we het in deze les ook een stukje over hebben. Ja. We gaan naar de tweede vraag. En de tweede vraag zegt, welke dringende uitnodiging brengt hij, dus die eerste engel, door mensen gesproken, tot inwoners van de aarde? Ja, we zien hier dat de mens wordt opgeroepen namelijk om vrees God en geef hem heerlijkheid. Ja? En het is niet de vrees van angst, maar het is het eerbied voor wie? Voor de schepper. Ja? Precies. Ja, kijk, en hier komt weer de uren, want de uren des oordeels is gekomen, waar we het net in de eerste vraag ook over hadden. De les gaat er niet over, maar we willen toch even kort aanduiden. Ja, wanneer is nou dit begonnen? Nou, dit is begonnen met de verkondiging van de drie engelen boodschap. Precies. Ja. Ja, en wanneer was dat? Na afloop van welke lange periode van de profetieën? Ja, dat is aan het einde van de 2300 avonden en morgens. Precies, ja. Ja, Daniel 8. Vers 14. Dankjewel, ja, precies. Ja. Daarna vers 14. De derde les, als u mee gekeken hebt, als u niet, kunt u nog terugkijken, op YouTube ook wel. De derde les gaat over die 2300 avond en morgens. En daarom gaan we er nu even niet op in, maar we zitten dus na die 2300 avond en morgens. Ja. Precies, dankjewel. Ja. Nou, dat is al best lang geleden. Hè, want wij geloven dat het in 1844 geweest is, dat, ja. Het, dat die periode afgelopen is. Ja. En we leven nu in 2016. Dus als je dat bij elkaar optelt, zit je op 160 jaar. Ja. Dus dat is al lang geleden. Ja. Maar ja, een rechtszaak tegenwoordig van één persoon duurt soms ook wel een jaar. Ja. Soms wel 2 jaar. Ja, zeker. Dus en dit is een oordeel over heel veel mensen. Ja. Dus ja, die mag wel een tijdje duren. En vanaf adem af. Wow, dat is wel heel veel mensen, hè? Ja. Hoeveel dat zijn weten we niet, hè? Nee. Ja. En belangrijk is ook om te weten dat in dit oordeel vindt alleen degene die ooit Christus hebben aangenomen als hun verlosser. Ja? Ja. De gelovigen. Ja. Leg het niet helemaal uit in dit geval, omdat anders moeten we heel veel uitleggen. Ja. Maar als u 6 lessen verder kijkt, in de 12e les, dan gaat het ook over de ongelovigen, voor een deel. Ja. Dus dan moet u maar even in dit geval aannemen. Anders mailt u ons, of belt u ons en dan gaan we er wel verder op in. Het interessante is, in een andere vertaling staat het niet alleen vrees God geeft, maar geef God de eer. Ja. Ja, op welke manier kan je dan God eer geven hier op aarde? Nou, door hem te gehoorzamen, ja. In zijn, ja, 10 geboden. Ja. Ja. Dat is de wil van God die hij vraagt. Interessant, hè? Ja. Ja. En dan komen we precies op de andere dingen. We weten dat 10 geboden een afspiegeling is van Gods karakter. Ja. Dus als wij Gods karakter hier op aarde weerspiegelen, geven God eer. Amen. In je gewone leven. Ja. Ja, dat is mooi. Kijk, en dan zoeken wij niet meer onszelf, maar we zoeken de wil van God te doen. Precies. Ja. Voor iedereen nog die denkt van, ja, maar dit is alleen voor mensen die geloven, gaan we even de tekst uit de opmerking lezen. Het staat in Prediker 12, vers 13. Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Ja. Dus dat is niet alleen voor gelovige mensen, voor protestanten, voor katholieken, voor islamieten, nee. Alle mensen. Ja. En daarom is deze boodschap aan alle mensen gericht. Juist, inderdaad. Ja. We gaan naar de tweede boodschap, dus de tweede engel. En we hebben net gezien dat deze boodschap in de hele wereld is, die eerste. En aan wie is nou die tweede boodschap gericht? Nou, deze tweede boodschap zien wij dat het op een groep is gericht. Namelijk op degene die de eerste engelboodschap niet hebben aangenomen. Namelijk op de leiders in het bijzonder, van hun leiden het volk. Precies, ja. En de derde vraag is, welk schokkend bericht dat deze boodschappen nou te verkondigen? Ja, het is triest wat hier staat. Er staat, zij is gevallen, wie? Babylon, de grote stad, omdat zij uit de wijn van de toren van haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. Ja. Dus, het is een verschrikking, dus. En nu is het best even lastig, vooral voor mensen die niet zo diep in de Bijbel zitten. Want dit gaat over profetische symboliek. Ja. En we proberen het heel kort uit te leggen. Ja. Omdat, wat is nou Babylon? En wat is nou die grote stad?
Ja. En het beste denk ik dus wat kunnen het uitleggen door het een stukje voor te lezen uit de opmerking. Ja. Ja. De term Babylon is afgeleid van Babel. Dat betekent verwarring. Ja. En als u dit terugdenkt in het verleden, in Genesis, hebben ze al die talen gekregen, hè? Dat ze verward waren. Ja. Deze naam wordt in de schrift gebruikt om verschillende vormen van valse of afvallige godsdienst aan te duiden. In Openbaring 17 wordt Babylon voorgesteld door een vrouw. Belangrijk. En een vrouw is het beeld dat in de Bijbel wordt gebruikt als een symbool van een gemeente. Een deugdzame vrouw stelt een reine gemeente voor. En een onreine vrouw stelt een afvallige gemeente voor. En wat zien we hier? Zoals je net voorgelezen hebt uit de Bijbel, uit Openbaring 14 vers 8. Ja. Het is een gevallen gemeente. Ja. Precies. Ja. Dus die zijn afgeweken van de principe die God heeft ingesteld. Ja. Ik vond dat je het heel mooi zei. Dus deze oproep is van de leiders gericht. Want die hebben de verantwoordelijkheid om de mensen te leiden. Ja. Een leider leidt met EI en een lange ei in het Nederlands. Ja. Dit gaat over de EI. Ja. Die geeft de richting aan. En als hij de foute richting aangeeft, dan krijgt hij deze erge boodschap te horen. Ja. Dan krijg je verwarring. De mensen snappen niet wat de wil van God in de zuiverheid meer is. Dat is jammer. Ja. Hey, ik neem een mooi voorbeeld. Hè. Ik geloof in het woord dat de Bijbel het woord van God is. Ja. Amen. En als je dan predikant bent van een gemeente, zeg je, ja, die Bijbel. Ja, het is de mensen geschreven. Ja. Klopt. Daar is niks verkeerd in. Maar dat zegt niet dat het menselijke gedachten zijn. Het zijn de woorden van God in menselijke termen geschreven. Ja. Dus je zegt, ja, zal God wel bestaan? Als je dat als leider zegt van een kerk, moet je voorstellen, er zijn predikanten ook in Nederland die niet meer in God geloven. Nee. Dat is op zich erg, maar word dan geen predikant. Nee. Ga een stratenbaker worden of financieel adviseur of weet ik wat dan. Geen predikant. Ja. Kijk, want juist het woord moet het volk verlichten om het goede te doen en na te leven. Precies. Ja. Men zegt ook, zo de leiding, zo het volk. Ja, ik denk dat het mooi is. Ja. We gaan een beetje vlug, het spijt me, want die zou over de hele tweede engeltijd verder kunnen praten. We gaan naar de derde engelboodschap. Ja. Nou, de derde engelboodschap is weer aan iedereen gericht. Dat hebben we ook net gezien, net zoals de eerste en de derde. En we gaan de vierde vraag, is er dan een verschil tussen het aanbidden van God en het aanbidden van het beest? En nu moeten we eerst even stilstaan bij het beest. Ja. Want ook dat weer een symbolische taal. Ja. Zou jij dat kort kunnen benoemen over iets over het beest? Nou, het zou wel goed zijn om dit veel beter te kunnen verstaan. Hè, dat wij niet iemand betitelen of een titel geven. Nee, maar in Openbaring, in Daniel hoofdstuk 2, Daniel hoofdstuk 7, Daniel hoofdstuk 8. Ja. Daar wordt uiteindelijk de begrip van op wie heeft de betrekking. Ja. En we zien hier dat het heeft zodanig, beweging heeft hij, dat hij dingen gaat veranderen en in plaats dat God de eerste plaats krijgt, wil hij de eerste plaats hebben. En daardoor heeft hij dingen veranderd. En ook in die 10 geboden van God. Ja. Ja. Dus dan krijgen wij hier dat we hebben te maken met een ware Sabbat. Dat is de zaterdag, als wij die kennen. Ja. De 7e dag van de week. En we hebben een valse Sabbat, namelijk de zondag, de eerste dag van de week. Precies. En de ene van de 7e dag, dat heeft God ingesteld. Ja. Zelfs vanuit het paradijs kunnen wij dat volgen en zien van het begin van de Bijbel. En we zien dat later is deze ware Sabbat veranderd rond 321 maart door Constantijn de Grote. Precies. Ja. En dan gaat het erom welke geloofsrichting is dat? Dan heb je dat we kunnen benoemen, dat is het pausdom, het katholicisme. Ja. Ik zeg niet de paus is het beest, maar het pausdom, de richting wordt betiteld als het beest. Ja. Nou, dat is in die zin interessant, want dan gaat het erom. Als je nou de waarschuwing die erin staat, het verschil is dus dat als je het beest aanbidt en zijn beeld, dan krijg je het merkteken aan je voorhoofd of van je hand. Ja. Symboliek weer, we hebben het beest nu aangeduid. Ja. Het beeld slaan we nu in dit geval kort over. Mm-hmm. Dat is een lange tekst. Ja. Maar wat betekent nou voorhoofd en hand? Nou, wat zit achter onze voorhoofd? Ja, het verstand. Daar zit ons verstand. Ja. Ja? Dus met ons verstand, de mensen hebben hersens. Ja. Daar ontvang je heel wat kennis.
Met je verstand voer je het uit. Je maakt keuzes daar. Ja? En God verlangt van ons dat wij keuzes van ons uit onze hart maken. Dus hij verlangt iets dieper te gaan. Ja? En dat is eigenlijk waar we hier terugkomen. Wat duidt het, dat het ook een teken op de hand. Mm-hmm. Wat doe je met je hand? Het is arbeid. Oké, ik begrijp het. Ja. Dus als je met je voorhoofd doet, dan is het je overtuiging, zeg maar, rechten. Ja. Mm-hmm. Zoals iemand oprecht fout kan dwalen. Ja. En wij geloven dat de Sabbat de rustdag des Heer is. Ja. Er zijn mensen die echt overtuigd zijn dat de zondag het is. Ja, dat klopt. Beter dan als je... En de andere kant is dat mensen heel veel... Ja, dat maakt niet uit, maar ik ga lekker sporten op zondag, ga lekker shoppen. Ja. Of Sabbat bedoel ik dan. Sporten, ja. Het maakt eigenlijk niet uit welke. Als je maar wat doet, joh. Ja, als je maar wat doet. Ja. Ja. En vandaar als men zich gaat verdiepen, wat is dat gebod eigenlijk? Want God zegt, gedenk de Sabbatdag dat jij die heiligt. Ja. Ja? Dus gedenk mij als de schepper. Ja, en niet mezelf. Ja. Ja. We gaan zo de volgende vraag zien. Wat nou betekent als je dat merkteken in je voorhoofd hebt of in je hand? Want de gelovigen krijgen ook een zegel. Dat klopt. Ja. Dat is wat anders dan een merkteken. Mm-hmm. En wat is dat zegel van de Heer? Dat is de zegel van zijn goedkeuring, zijn naam. Precies. Hè? Ja. Ja. Dus we zien ook dat Romeinen 11 vertelt het ook. Dat wat is een zegel, wat is een teken? Precies. Dat geeft aan wie wij dienen. Ja? En daarom met het verstand moeten we God dienen. Ah, dankjewel. Dat is mooi. Ja. Ga daar niet te dieper in, want de les ging daar niet over. Maar we wilden even benoemen dat je die twee verschillen toch duidelijk hebt. Hè? Ja. De vijfde vraag. Wat zal het gevolg zijn als je in Babel blijft en het merkteken dus in je hand of in je voorhoofd aanvaardt? Ja. We hebben allemaal de mogelijkheid en we worden in staat gesteld om een keuze te maken. Ja. Niet kiezen betekent, we krijgen het gevolg ook van het beest met zijn merkteken. Ja. En kiezen wij voor Jezus, dan kunnen wij ontkomen dat merkteken. Maar wat gebeurt er namelijk? Mm-hmm. Er staat een heel zware oordeel over de mens te wachten. Ja. Ja, het hoeft hem niet te gebeuren, vandaar dat God biedt hem de mogelijkheid om te kiezen. En daarom zegt hij dan ook, die zal ook drinken uit de wijn van de toren van God. Hè, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker van zijn toren. En hij zal gepeinigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. Ja. Dus hierin zien wij dat de mens wordt de mogelijkheid gegeven om een keuze te maken. Ja. En dat noem ik... God is inderdaad barmhartig. God is barmhartig, zeker. Ja. Maar als het oordeel er is, dan wordt hij ongemengd ingeschonken. Dan is de genade voorbij. Ja. Want daarom is ongemengd. Ja. En voor u die verder wil kijken hoe dit verder staat, kunt u het lezen in Openbaring 20. Komt ook 6 lessen verder. Mm-hmm. Openbaring 20 vers 9 en 10. Hè, dat gaat specifiek over dit oordeel van de ongelovigen. Ja. Ja. Tenminste vers 9 en 10. Daarvoor niet hoor, maar 9 en 10. Dat vers 10. Ja. Tja, dus eigenlijk is het geen vrolijk bericht. Nee, maar het is omdat zonde is in de wereld gekomen en God heeft door zijn barmhartigheid de mens toch die mogelijkheid gegeven, hij kan nog toch voor God kiezen. Ja. En dat vind ik zo mooi. Ja. Ja. Nou, de zesde vraag. Terwijl het beest mensen zal dwingen om te drinken van zijn beker, wie zullen nou weigeren om dat te doen? Het is een speciale groep in dit geval. Hè? Ja. Nou, dat zijn degenen die bewust weer, niet alleen met het verstand, maar ook met hun hart, voor de Heer hebben gekozen. En dat betekent ook om zijn wil te doen, om zijn geboden te onderhouden. Ja. Ja? We zeggen vaak, ik ken God, maar je kent hem alleen aan de hand van de 10 geboden ook. Ja. Ja? Ja. Het is, dus vers 12 is een soort samenvatting, zeg maar, van degenen die trouw zijn aan de Heer. He, waar staat dat ze geduld hebben. Ja. Leidt ze mij te heilig in de oude vertalingen. Ja. En de geboden van God houden. Ja. Het mooiste en het geloof van Jezus. Van Jezus. Dus niet in Jezus, maar het geloof van Jezus. He. Dus dat geeft ook extra kracht. Ja. Dat geeft hoop. Ja. Daardoor kan je daadwerkelijk zalig worden. Ja,
Dat is leven zoals Jezus geleefd heeft, spreken zoals Jezus gesproken heeft. Dus zijn karakter moet ons karakter worden. Precies. Het tweede deel van deze vraag gaat over Openbaring 12 vers 17. Dat wordt de draak genoemd. En in vers 9 zie je ook dat de draak in dit geval de duivel is. Ja, van Openbaring 12. Van Openbaring 12 in dit geval, dankjewel. Ja. En die begint op de vrouw. Vrouwen gezien is de gemeente. Ja. Ziet u dat die mystieke tekst, als je de sleutel weet, dat je zo kan draaien? Ja. En wat doet hij nou? De duivel die wordt boos en voert oorlog tegen de overigen van haar zaad. Ja. Dus dat zijn de getrouw mensen. Ja. En wat doen die? Die bewaren Gods geboden, wat je net noemde. Ja. Ja. En het getuigenis van Jezus. Ja. En weer hij vergrimde op de vrouw, hè, op de gemeente. Ja. Ja. Jezus zegt, ze hebben mij vervolgd, ze zullen u ook vervolgen. Ja. Dus je ziet het hier gebeuren. Ja, dankjewel. Ja. En juist heeft God die 10 geboden gegeven om ons te beschermen tegen het kwade. Dus hij heeft er heel goede bedoelingen mee. Ja. Ja. Een hele stukje uit de opmerking is wat je toen straks in de voorbereiding even aan mij noemde. Ja, dat ja. Ja. Dan zegt hij hier, thuis, op school en in de gemeente zullen mannen, vrouwen en jongeren bereid zijn om de boodschap aan de wereld te brengen. En dit is beklemmend. Nu, juist op dit moment, hebben we Caleb's en Jozua's nodig. We hebben sterke, toegewijde, zelfopofferende jonge mannen en jonge vrouwen nodig die op de voorgrond treden. Dankjewel. Onverschrokken. Ja. Dus hier gaat het niet over oude mannen? Nee. Dat gaat in andere delen van de Bijbel over. Maar het gaat over jonge mannen en jonge vrouwen. Ja. De jeugd wordt hier opgeroepen. De jeugd. En waarom hebben we die juist voor nodig? Omdat die de meeste energie hebben. Ja. En dat weet ik uit eigen ervaring nu. Ik ben niet meer jeugd. Ik ben ouder. Ik heb kinderen die jeugd zijn. Ja. Die hebben veel meer energie. Ja. Ja. Dat is helemaal zo. Ja. En die heeft God in het werk ook nodig. Ja. Staat er een stukje daar vooraf, staat er ook. Hè? Met verhoogde ijver en energie dienen mensen het werk van de Heere verder uit te dragen. Precies. Dus iedereen is welkom. Ja. En je hoeft niet alles te weten om voor God te werken. Je hoeft niet alle dingen kunnen uitleggen. Nee. Maar als je kan vertellen wat God in jouw hart gedaan heeft, in jouw leven, is dat genoeg? Dat is het belangrijkste. Ja. Ja. We gaan naar de 7e vraag. Er wordt wat gezegd van de mensen die vanaf nu, en nu is in dit geval vandaag even nu, sterven in de Heer. En dat woord nu komt nou zo terug in de Bijbeltekst. Daarom benadruk ik nu even in dit geval. Ja. Dus hier wordt aangeduid, we zien de uitleg van de eerste, tweede en derde engelboodschap. En dan staat dan het vervolg hiervan. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Precies. Ja, dus het wordt beklemtoond, de 3 engelenboodschap, het heeft een behoorlijk mooie identiteit. Het is een waarschuwingsboodschap. Ja. Dus het waarschuwt de mens. Het is een oordeelsboodschap. De keuze die we maken, het beslist, dat is ons lot voor morgen. En het is een verzegelingsboodschap. Ja. Dus het verzegelt ons om te dienen de ware God. Ja. Precies. Ja. Wij geloven dat degene deze tekst gaat over de groep die gestorven zijn in de 3 engelenboodschap. Ja. Dat ze behoren tot 144.000. En ik heb daar een hele mooie troost in, want zowel mijn vader als mijn moeder zijn in die boodschap gestorven. En op hun graf staat deze tekst ook. Ja, dus dat Openbaring 14 vers 13. Ja. Maar de tweede vraag gaat nog verder, want het is niet alleen dat je over sterven en op hebt, maar er komt ook een zegen uit. Hè? Welke zegen zullen degenen die deze strijd doorstaan en de overwinning behalen dan ook ontvangen? Ja. De Bijbel geeft ons heel duidelijk aan dat komt niet uit de lucht vallen. Nee, we zullen moeilijkheden op onze wegen om God te dienen ondervinden. Maar staat er, die overwint, zal alles beërven. Precies. Ja? Precies. En dat is het mooie. Dus God heeft deze beloning weggelegd voor degene die trouw blijft tot het einde toe. Mooi zo. Ja? Deze stukje uit de opmerking. Met Paulus kunnen ze zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts is van mij gereed de krans der gerechtigheid, welke het in die dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Nog niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Er zijn velen wie grijze haar God eert, omdat zij de goede strijd hebben gestreden en het geloof hebben behouden. Ja.
Dat is toch iets prachtigs, hè, dat je dat op die manier zo mag zien ook. Ja. Ouderdom doet er niet in dit geval toe. Nee. Nee. Jongheid ook niet. Nee. Want zowel jong als oud kunnen overwinnen. Ja. Ja. Kunnen gehoorzaam zijn. Precies. Ja. En als dat stuk, de tweede deel van die opmerking, hè, daar staat erover geschreven. Als we overwinnaars willen zijn, dienen we ons hart te doorzoeken. Om er zeker van te zijn dat we niets koesteren waar God aanstoot aan neemt. Ja. Dus als we dat wel doen, dan kunnen we niet het witte gewaad dragen. Dus doen wij die moeite niet, gaan wij niet in die strijd, proberen wij met alle kracht om de Heere te dienen. Geef mij kracht, geef mij wijsheid, hè, ondersteun mij. En dan zien wij inderdaad dat hier is de leidzaamheid der heiligen. Dus het is een strijd om te overwinnen. Absoluut. Ja? In het aardse leven is het zo, als je dingen wil doen zoals we nu, het zei dat je een bepaalde prestatie moet leveren. Ja. In de sport of in je werk, dan moet je de energie in stoppen. Ja. Tijd in stoppen. Ja. En dat doet af en toe ook zeer. Weet je? Ja. Dat is niet altijd leuk. Nee. Maar we weten uiteindelijk dat je naar het resultaat moet kijken. Amen. Net zoals Paulus zegt, ik kijk naar ik heb de strijd gestreden. Ja. En dat zijn de stappen die je in je leven moet zetten. En wat hij verwacht, dat is dingen die hebben van eeuwig belang. Precies. Ja. We hebben gezien, deze les gaat over de drie engelenboodschap. We hebben hem in een beknopte vorm doorgenomen. Ja. Het is een boodschap voor deze tijd. Ja. Het is een boodschap die roept dat Jezus gauw weer komt. Er is geen andere boodschap die verkondigd wordt voordat Jezus weer komt. Het is deze boodschap. Ja. Dus ik roep je ook op om, net als wij, iedere dag opnieuw die strijd te strijden. En dat we vol moeten houden. Het geloof van Jezus ons de kracht mag geven. Dat bid ik voor u. En dat bidden we voor elkaar. Amen. Amen.